250 kilo aardappels kreeg de voedselbank van de buurtmoestuin van Doepark de Hagen. Dat was de helft van de oogst. Vandaag is er een officiële overhandiging, zeg maar, van onze aardappeloogst. We zijn in het voorjaar hier begonnen met het aanleggen van een moestuin. En de moestuin is een onderdeel van het hele Doepark Hagen. En de eerste gewassen die erin moesten, dat waren de aardappelen. Dat is altijd de eerste keer als je een nieuw stuk grond, zeg maar, braak hebt gehad en waar je een moestuin wilt beginnen. Om de grond, zeg maar, te verbeteren, de structuur van de grond te verbeteren. En, ja, begin oktober zijn we begonnen met het oogsten van de aardappelen. We keken onze ogen uit, onvoorstelbaar hoeveel aardappelen eruit kwamen. En alle vrijwilligers die kregen de kans om een maaltje mee te nemen naar huis. Om even te proberen hoe smaakt de aardappel. Is hij vastkokend? Is het een zachte aardappel? Smaakt hij goed? Iedereen moest een rapportcijfer geven. En zo weten we een beetje welke aardappel gekozen is. Dan is het de bedoeling dat we daar verschillende groentes, zeg maar, gaan verbouwen. Want de hoop is dat er dan al een paviljoen staat, een natuurpaviljoen. Het natuurhuis. En dat de groenten die we daar uit de moesten halen ook naar het paviljoen gaan. En dat zou natuurlijk een prachtige combinatie zijn. Begin oktober hebben we ook een oogstfestival gehad. Was erg leuk. Allerlei verschillende kramen. Er was muziek, er waren optredens. Maar ook, zeg maar, de aardappelen konden we zelf, of konden de kinderen zelf uit de moestuin halen. En die keken hun ogen uit? Die keken hun ogen uit. Er was zelfs een kind die kwam aanlopen, die zag daar wat voor ons aardappelen zijn. En die zegt, jeetje, er liggen allemaal stenen. Onvoorstelbaar. Maar goed, dat waren dus echt de aardappelen. En het leuke was, ze namen de aardappelen mee. Die gingen naar de wasplaats. Ze mochten de aardappelen goed wassen, schoonmaken. Daarna ging het naar de snijplaats waar zo'n frietsnijder de aardappelen even in frietjes sneed. En vervolgens hadden we een patatkraam en ze gingen de frituurpan in. Een paar minuten later zaten ze met hun eigen patatje in de hand, heerlijk te smullen. Weten kinderen niet meer, hè? Doppertjes komen uit het blik. Ja, en ja, chocolademelk, hè? Nou, het zijn de bekende verhalen, ze weten weinig. En dat is ook straks een van de doelen van dit hele doelpark, maar ook van de moestuin. Om gewoon kennis te maken met de groei en bloei, zeg maar, van de verschillende gewassen, maar ook het oogsten. En er zijn nog behoorlijk wat aardappelen over, 250 kilo. Ja, we hadden ongeveer zo'n 5 à 600 kilo. Alle vrijwilligers, we hebben ongeveer zo'n 25 vrijwilligers. Die kregen een emmertje van ongeveer zo'n 10 kilo of iets meer mee. En toen bleef er nog een hele aardige partij over. En toen zeiden we van, jongens, dat schenken we aan de voedselbank. Altijd een goed doel.